Vandaag gaan we vissen op een wetering. Zo'n hele mooie sloot die zich tussen de dorpen en de landerijen heen slingert. We vissen met de method feeder. Dus ik ga met voerkorfjes proberen om zeelt en brasem te vangen. Oké, ik ga mijn voer aanmaken. Ik gebruik altijd pellets en ook gewoon met het feedervoer. Dus hierin ga ik met het feedervoer maken en in dit kleine doosje maak ik de pellets. De gedachte erachter is dat ik een laagje pellets doe en daarboven dan een laagje met het feedervoer. Op die manier heb ik iets wat heel lang in de korf blijft en ook iets wat heel snel oplost. Dus ja, ik heb hier pelletjes, 2 mm pellets gebruik ik, bewust. Ik wil namelijk niet dat die vissen zich helemaal rond eten aan mijn voer. Het is meer als een soort wolkje of een soort smaakje krijgen. Dus die heb ik nu onder water gezet, zoals je kunt zien. Die moeten daar nu een paar minuten in blijven. De regel is eigenlijk dat je 1 minuut per millimeter pellet. Dit is het method voer. Method paste heet het green, iets van Sonubates. Daar ben ik best wel tevreden over. Daar kan je heel mooie, stevige voerballen van maken. Ik heb dus nu water bij het green method voer gedaan. Zoals je ziet is dat een hele stevige bol. Dat moet je even intrekken en daarna ga ik het door deze zeef duwen. Dat is wel een heel mooi product trouwens. Dus je hebt die zeef en het emmertje en die passen perfect op elkaar. Dus straks, als het een beetje ingetrokken is, een paar minuten, dan ga ik het rustiger doorduwen en dan heb je perfect voer voor de method. De hengel die ik vandaag ga gebruiken is een Omega hengel, een pond en een kwart, dus 1,25 lb. Dat is een hengel die onwijs krom gaat op een vis, ook op lichtere vis. Dat vind ik ideaal voor wateren zoals dit, waar niet heel veel obstakels zijn. Er zijn wel wat plantenbedden, maar dat is geen probleem. En daarop heb ik dus een vrijloopspoelmolentje, een Shadow 2500, een lekker klein molentje zoals je ziet. En daarop heb ik een snel zinkende feederlijn. Ja, zoals gezegd ben ik nu het voer door de zeef aan het duwen. Daardoor krijg je precies de goede consistentie voor de method feederkorf. Dat is echt super. De eerste hengel is klaar. Voer is klaar. De method feeder is gevuld. Ik ben klaar om in te gooien. Ik ga met twee hengels vissen vandaag. Eentje gooi ik daar tegen de leliebedden aan. En de andere in de ingang van dat slootje. Daar verwacht ik wat trafiek van vissen die heen en weer zwemmen. Deze visserij is fantastisch voor zeelt, omdat je eigenlijk heel geconcentreerde kleine voerplekjes aanlegt. En zeelt is een vis, die is niet zoals een karper dat je op een grote plek komt en daar overal begint te happen en alles te stofzuigeren. Een zeelt is gewend om op hele kleine plekjes te vissen. Vroeger noemden ze dat de zeeltstraat, een pad dat zeelt volgt. En mensen die veel op zeelt vissen hebben dat vast al wel een keer ondervonden. Op sommige stekken krijg je alle aanmeten op dezelfde hengel. Dan vis je met twee hengels of met drie hengels en alle aanmeten komen van dezelfde 10 vierkante meter of 5 vierkante meter. Zoals gezegd dat komt omdat zeelt op muggenbeddenlarven aast en dat die heel erg geconcentreerd liggen. En dat imiteer je een beetje eigenlijk met die korf. Dus er ligt er zo'n hoopje voer en dan gooi je bij elke worp min of meer op dezelfde plek. Je probeert altijd in een straal van 1 à 2 meter te gooien. En dan heb je ja, voor je het weet een heel geconcentreerd voerbedje. En voor een zeelt lijkt dat op het natuurlijke voer, namelijk op al muggenlarvenbedden die ze pakken.
Ja, we krijgen ze niet gratis vandaag. We hebben best wel hard gevist. Ik denk dat we rond een uur of half, 11 of zo zijn begonnen met vissen. Eerst strak in het kantje op de eerste plek. Een paar uur geen beet, maar toen kwam er dan toch gelukkig een aanbeet. Daar was ik heel blij mee. Eet. Tegen de lelies aan de overkant. Hij is los. Een prachtige tak. Nou, er komt er vast nog wel eentje. Zeeltjes zijn nooit alleen. Maar ja, die schoot al los. Dat was een zeelt, die schoot los vlak voor mijn voeten. En dan zullen we daarna echt beginnen experimenteren. Een beetje verder van de kant, in het midden gevist. Hengel naar links, hengel naar rechts, tussen de plompe bladen. Dus nadat ik een zeelt had gelost, vlak voor mijn voeten, een tak in de lijn, was het vertrouwen terug natuurlijk. En dan kwam er gelukkig ook weer een aanbeet. De eerste was een brasem, een turbobrasem, echt heel mooi. Ja, een zeelt gelost, maar nu krijg ik net een mooie aanbeet, een zakker. Dat was, was deze brasem. Heel mooi dik, die zijn vlak bij de paai, de brasem. En het is hier zo ondiep dat je zou kunnen denken dat hij op sommige stukken met zijn rug boven water zou uitkomen. Nou. Mooie vis, zoals veel brasems, heel veel littekens. Maar weinig slijm, dat is typisch. In de paaitijd hebben ze meestal weinig slijm. Doei! Ja, zoals je ziet, weinig slijm. In de paaitijd zijn ze veel droger. Ja, ik had tot nu toe eigenlijk de hele tijd meer naar het midden gegooid, zo'n meter of drie van de lilies. Maar deze had ik er echt strak ingelegd en dat leverde meteen deze brasem op. Dus ik zal eens kijken of er nog meer zwemmen. Misschien weer een zeelt. Mooi zeeltje. Ja, daar doen we het voor. Een mooie zeelt, mannetjeszeelt, kan je zien aan de vinnen. Die zijn ook vaak iets sterker. De ene kant is mooi gaaf, de andere kant heeft hij denk ik bij het wonden van een aalschover. Hier zie je zo die uitsteeksels. Je ziet ook dat die vinnen breder zijn dan een mannetje. Het is een van de weinige vissoorten waar je heel makkelijk kunt zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Bye. Ja, ik vis dus met een quorum feeder. Dit is een flatbed feeder.
Het voordeel daarvan is dat hij heel breed is. Dus als er algen liggen, dan landt hij mooi op die algen. Die feeder die schuif je over je hoofdlijn, zoals je ziet. En daar heb je dan een semi-bolterig kraaltje. Dat is iets heel slims, wat eigenlijk pas uit is. En dat past precies in die flatbed feeder. Dus ik klik hem er zo in. En dan zit hij best vast. Dus de vis die prikt zich als hij aanbijt. Maar tijdens de drill schiet het eruit. En dat heeft een enorm voordeel. Dat wil zeggen dat als de zeelt of de karper of whatever kop schudt, dat hij dat zware gewicht de lijn opschuift. En dan kan hij het gewicht van de korf niet gebruiken om de haak los te schudden. Dus dit past hier precies in. Daaronder zit, ik zal het even laten zien, zit zo'n soort plastic kraaltje. Dat is het equivalent van een wartel. En daar heb je dus een quick change clipje. En daar kan je dus je onderlijn in hangen met een lusje. Dus als je ziet, dit is heel clean. Nergens uitstekels, kan nergens aan blijven hangen. Dan heb ik mijn onderlijntje. Aan dat onderlijntje zit een haak nummer 8. En daar gebruik ik de allrounder nummer 8 voor. In combinatie met microbraid van 15 pond. En dan een boilietje, in dit geval een 12 mm pop-upje. Die door een hagelootje op ongeveer 2 cm van de bodem plat gehouden wordt. Ik dacht, mooi, het voer doet zijn werk, we zijn vertrokken. Maar dat was dus niet. Daarna bleef het angstwekkend stil. Wat ik ook probeerde, ver van de kant, dicht bij de kant. In een tussensloot of tegen lelies aan, maar geen aanbeet meer gehad. Ik wil heel graag nog een vis vangen. We hebben nu een paar aanbeten gehad, maar toch nog niet de grote school, dus eens kijken of ze een eindje verder zitten. Het is een water waar ze de hele tijd heen en weer zwemmen, dus misschien zwemmen ze wel een kilometer verder. Toen zou ik nog verkast en op die andere stek, die er heel goed uitzag, had ook een beetje voer gegooid. Maar ja, ik weet niet of je dat gevoel kent, maar na een half uurtje, drie kwartier begonnen te denken, ja, dit is het toch niet. En het was toch beter op die andere plek, ja, dat is waar je vertrouwen hebt, waar je een aantal aanbeten hebt gehad. Dan zijn we maar teruggekeerd en dan hopen we maar dat hier nog iets gebeurt. Maar het zal snel moeten gebeuren, want het daglicht is aan het verminderen. Hele mooie brasem weer. Echt wel weer een heel apparaat. Mooi goudbruin. Nou, ik ga zo meteen de hengels indraaien en de handdoek in de ring gooien. Het was een taaie dag. We hebben niet gevangen wat we wilde vangen, maar toch een paar aanbeten kunnen forceren. En ik heb in elk geval ontzettend genoten. Het was mooi weer, pracht van een plek. Het lijkt alsof we in een postkaart zitten te vissen.
typisch Hollands landschap. Dus ik hoop dat je van de film hebt genoten. Als je vragen hebt over de manier waarop we vissen, over de materialen, zet ze in de comments. Ik antwoord er met plezier op. En tot de volgende film.